Hey kijkers van Dus David Games. Hallo kijkers, ik ben Junker, ook wel bekend als Junker Games. Wat, wie ben jij? Ja, Junker van Junker Games, de beheerder van Manticore, F-Craft en The Kingdom. We zijn hier vandaag dus in Manticore en ja, ik vlieg rond. We zijn maar druk bezig met de nieuwe map. Overigens zit nu een border omheen en we zijn druk bezig om te zorgen dat jullie straks allemaal Manticore kunnen spelen. Want we zijn druk bezig om te zorgen dat alles automatisch gaat. En eigenlijk dat iedereen die Manticore wil spelen, straks Manticore kan spelen. Misschien zelfs wel toernooien. Dus als jij straks wil meespelen, zorg dat je ook een team hebt met een flink aantal mensen. Dat is namelijk natuurlijk altijd leuk. We gaan natuurlijk eens een beetje rondvliegen, een beetje kijken wat hebben we al gedaan. We hebben een gigantische border om het complete Manticore gebied gebouwd, zodat niemand eruit kan. Het is natuurlijk niet leuk als je een match speelt en de rest die zegt van, ajo, ben er vandoor, ben weg. Dat heeft natuurlijk geen zin. We gaan natuurlijk ook zorgen dat iedereen straks eerlijk kan spelen. Dus we hebben een aantal plugins waar we mee bezig zijn om te zorgen dat iedereen binnen de border blijft. Dat je eigen team niet kan killen. Zombies en andere mobs worden sterker, slimmer en sneller. Dus op het moment dat je straks een zombie ziet, ben je ook gewoon werkelijk dood. Tenzij je echt hard gaat rennen. We hebben ook meer bomen, meer bossen in de map. Het is gewoon groter, beter en sterker. Op het moment dat je straks gaat spelen en je wil een kleine hint hebben. In het midden van de map, dan ga ik eens even heen proberen te vliegen, als ik het nog terug kan vinden. In het midden van de map vind je de allerbeste loot. Maar, map, wat doe je? Laat, werk mee. En we zijn nu ook op het midden van de map aanbeland. En dit is het... Aanbeland? Aanbeland, niet aanbeland. We zijn hier op het midden van de map aanbeland. Aanbeland dus. En hier vind je straks de beste loot. Dus op het moment dat jij straks wil spelen met je team, en je wil zorgen dat je als... Ja, als snelste eigenlijk je diamond loot, je diamond gear hebt en de beste potions, dan moet je zo snel mogelijk naar het midden komen. Hier heb je de Arc de Triomphe. Hier vinden ook iedere keer de eindmatches plaats. Op het moment dat je gaat spelen, na een half uur of een uurtje spelen, is het de bedoeling dat iedereen naar het midden van de map komt. Want anders gaan we uren doorspelen en ik geloof niet dat iedereen de zin heeft om straks 5 of 6 uur in een match te spelen. Als beide teams dat willen, is het ook wel mogelijk. Wat je hier in het midden van de map ook hebt, is echt... is een van de weinige dingen die je echt gezien moet hebben in de Manticore. En dat is de Koningszaal. Zaal, waar ben je? De Koningszaal. Dit is de gigantische Koningszaal. En dit is een van de weinige plekken waar je echt het makkelijkste loot kan halen. Want alles is hier verlicht en er spannen hier bijna geen mobs. Dit is echt een van de weinige tips die ik jullie nu ga geven. Is dat je hier als beste de loot kan vinden. Oké, dan nog even een pro-tip van mij. Als het goed is hebben jullie gezien hoe ik een match won. En je zou me na kunnen doen. Maar het is heel belangrijk dat er altijd één... teamleider is. Hey! Waarom? Nou, op het moment dat je geen goede leider hebt en er is chaos in het team. Dan gaan je teamleden natuurlijk doen wat ze willen. Ze rennen een gebouwtje in. Ze rennen rond. Ze worden aangevallen door creepers, door zombies, door alles. Het is handig dat je een goede leider in je team hebt. Het is ook heel handig om een goede PvP'er in je team te hebben. Om te kunnen zorgen dat iemand gewoon niet goed is in PvP de mobs van je afhoudt. Ja, dus eigenlijk moet je ze taken geven. Eigenlijk wel. Het is het belangrijkste voor het complete team. En je moet natuurlijk gewoon orde in je team hebben. Als je dat niet hebt, dan ga je niet winnen. Klopt. Een van de dingen wat ik zag was dat een team met 5 man... zodra de eerste dood ging, hebben ze ongeveer 10 minuten erover gedaan om dat verlies zeg maar, te verwerken. In die volgende 10 minuten hebben ze gewoon bijna niks gedaan. En ja, dat kan je de game gewoon kosten. Je moet doorgaan. Voor sommige quests en chests zal het zelfs zo zijn dat er iemand dood moet gaan, wil je de chest kunnen pakken. Maar over die chests en traps, daar gaat Pieter je nou meer over vertellen. Ja, de complete map zit straks vol met traps. Aangezien Minecraft 1.5 gisteren gereleased is, gaan wij binnenkort alle servers upgraden in 1.5. Dat betekent dat wij ook meer traps kunnen maken. Dat we met redstone betere traps kunnen maken. Dus stel, je loopt een kamer binnen, er gaat een deur achter je dicht. Je zit er met z'n tweeën. Dan moet je een speler opgeven om weer naar buiten te komen. Dus bij wijze van spreken moet iemand in de lava springen, die gaat dood. Maar dan heb je wel 2 setjes diamond armor of potions. Ieder gebouw zit ook zwaar betrapt. Dus op het moment dat je een gebouw inloopt, kan het zijn dat het complete gebouw instort. Dat alles explodeert, dat je doodgaat, dat er miljoenen of duizenden mobs spawnen in een gebouw. Dat je bijvoorbeeld een hendeltje overhaalt, dat je gewoon makkelijk doodgaat. En daar zorg ik heel veel voor. Chests, ja die vind je ook heel veel. Waar? Nou, ja, best in het midden. Ieder gebouwtje, vooral de kleine gebouwtjes, vind je ze heel veel. Buiten vind je ze heel veel in de bossen. En natuurlijk in het midden. Echt gewoon de hotspot voor de chests. Rond je spawn zit de beste basischest. Dus op het moment dat je je spawn verlaat, kijk eerst of je überhaupt alle chests wel hebt gehad. Want er zijn heel veel teams die hun spawn verlaten en dan gewoon chests missen.
En dan heb je in principe al heel veel verloren. Nou, ik vind het een hele goede uitleg. Bedankt. Jij gaat vast nog een keer vaker over de plugins hebben, over de map-uitbreiding, over het automatische systeem zodra dat er is. Inderdaad. Ik heb er heel veel zin in. Ik zou zeggen, wie ben jij, wat moeten ze volgen en wat levert het op als ze jou volgen? Ik ben Pieter, ook wel bekend als Chunker Games. Op Twitter heet ik @ChunkerGames. Op YouTube heet ik ook @ChunkerGames. Momenteel nog geen filmpjes, komt in de toekomst. Als je mij gaat volgen, dan maak je sowieso kans op een invite binnenkort waarschijnlijk weer. Je weet als eerste alle nieuwtjes van Manticore, F-Craft en The Kingdom. En je maakt heel veel kans op leuke dingen en leuke nieuwtjes. Dus ze gaan sowieso @ChunkerGames volgen op Twitter.